Nadine, je bent een van de organisatoren van deze tentoonstelling. En hij heet Spiegelen. Waarom heet het Spiegelen? We hebben een groepje van vijf. Vorig jaar in juli zijn we een gezamenlijke tentoonstelling gaan maken. En dit jaar kwamen we in juli weer met hetzelfde groepje bij elkaar. Dus het was voor ons heel erg een reflectie op de vorige tentoonstelling. En toen kwam in gesprek eigenlijk alweer een beetje op van ja, reflectie op je eigen werk, reflectie op dingen. En toen zijn we een beetje op het idee van spiegelen gekomen. Van we spiegelen onszelf, maar we spiegelen ons wel naar richting van de maatschappij. Maar ook van ons eigen werk naar iemand anders werk. Dus toen kwamen we op het woord spiegelen. En daar is iedereen weer individueel verder gegaan. En we hebben ook wat gezamenlijke projecten gedaan. Hé, maar we zitten nou hier onder dat lapje. Dat lapje. Nou, het idee is als je een verhaal start dat je nog niet weet wat er gaat gebeuren. Dus het is er nog heel onduidelijk allemaal. En in de loop der tijd wordt het verhaal steeds duidelijker. Dit verhaal is over een wolf die dus naar de grote stad gaat. Dus die zich een beetje verliest in tussen de gebouwen. Hè, de natuurlijke dingen die dan eigenlijk niet helemaal is wat hij zei. Is nog af en toe een heel klein straatje zo zichtbaar. Hij verdwijnt eigenlijk steeds meer in de grote stad. En dan probeert hij zo langzamerhand zich een beetje eruit te krabbelen. Van, dit is niet waar ik naartoe wil. Maar dan zat hij op zo'n punt van, ik ben haast niet meer zichtbaar. Ik ben anoniem geworden. Hè. De ogen zijn... Zoals dat gaat in de grote stad? Ja, in de grote stad gaat dat. En dat is best gevaarlijk. Dus dan moet je weer jezelf even terugvinden. En dan in de langzamerhand is dat een beetje zoeken. Van, vind ik me terug. En dan... Het gaat gebeuren? Nou, het enige wat hij aangeeft, niks is echt. Dus ja. Nou, prachtig, prachtig slot van je kunstwerk. Ja. Dank je wel. Ton, ben je een beetje uitgeheigd? Ik ben nog een beetje aan het nahegen. Ja, maar het gaat alweer. Nou, je bent wel een allround kunstenaar. Afgezien dat je installaties maakt, ben je acteur, danseur? Ja, wat niet. Vreselijk. Maar... Ja. Het heeft ook zijn nadelige kanten, hè? Je moet alles bijhouden. Ja, want je hebt wel elke keer een andere opening. De hoeveelste keer is dit dat jullie de tentoonstelling openen? De derde keer met een performance. En tussendoor nog wat kleinere dingetjes, maar de derde keer met een echte performance. Ja. Zijn het steeds ook andere kunstenaars die exposeren? Hier in het Koetshuis in het algemeen, ja. Ja. We beginnen altijd met de groeps, met de grote groep, dan een paar in kleine groepjes. En we sluiten weer af met een grote groepsexpo. En dit is een van de kleinere groepjes dus. Tot hoe lang blijven jullie dit doen dit jaar? Het Koetshuis blijft open tot oktober ongeveer, als het koud gaat worden of te nat. Dan gaan we sluiten voor de winter. En de tentoonstelling duurt hoe lang? Deze duurt tot eind juli, dus het is 5 weekenden, deze meegerekend. Dus alle kans. En de performance doe ik nog een keer over 2 weken. Hans, je bent een van de organisatoren van deze tentoonstelling. En zelf ook weer aan de beurt. Hier staan we voor een portret, zal ik maar zeggen. Vertel daar eens over. Nou, dit is een innerlijk zelfportret. Dit is ontstaan na een behoorlijke heftige discussie met een van mijn broers. Jaren geleden al. En ik voelde me zo gefrustreerd dat ik een leeg doek gepakt heb en een paar tubes verf. En die erop gekwakt. En ja, daar kwam toen dit uit. Dus dit is een gevoelsportret. En dat is wat ook binnen dit thema van spiegelingen heel erg past. Het is weer spiegeling van hoe ik mij voelde, niet hoe ik eruit zie. Dat doe ik ook vaak. Gewoon voor de spiegel gaan zitten en mezelf schilderen. Maar dat is dan het uiterlijke. Maar dit kwam echt heel diep van binnen. En hierin weerspiegelde ik mijn emoties op dat moment. Hans, je hebt dit kastje ook gemaakt. Er staat op Kijk in mij. Ja. Laat eens zien. Nou, dit is dus een van die dingen waarin ik probeer de mensen te bewegen tot meedoen met onze expositie. Door een dicht kastje op te hangen en dan te vragen Kijk in mij. Dus... En dan zie je dit. Ik zie een versplinterd beeld van mezelf. Joh. Ja.
Dit vraagt wel om wat... wat zien we hier? Ik zie op de bovenste plank gouden poppetjes. Die een soort van ideaalbeeld voorstellen. De gouden mens. Van hoe word je bepaald door de media bijvoorbeeld. En dan kijk je in het midden en zie een versplinterd beeld van jezelf. En dan ligt hieronder op het plankje ligt de remedie. Een heel scala aan chemische middeltjes. Om jezelf te redden van dat versplinterde beeld. En dan is het met je afgelopen als je dit hebt ingenomen? Mijn zin ziens wel. Ik denk het ook. Dankjewel.